En een van de twee stond niet stil. Dat is de Zweedse Jasmin Kron geweest. 25 jaar, uit Göteborg. Dus opgegroeid met het ijs van Ullevi. Als dat er ligt tenminste, want dat is lang niet altijd het geval. Tegen haar Japanse tegenstander, ook al uit Hokkaido. Japans wintersport en ijscentrum. Een klein schotje. Maar in ieder geval duidelijk genoeg om de beide rijders op weg te sturen. Kariyama opent in 11. Nee, Kroon in 11.70. Kariyama 11.72. Kariyama was er vorig jaar bij de wereldkampioenschap ook al bij. En toen had ze een 12e plaats. Met overigens een zeer gemiddelde verrichting. Nergens een uitblinkende afstand. Maar heel allround, overal in de buurt van de 14e, 15e, 16e plaats. Kan Kroon dat nog winnen in die laatste meters? Ja, dat kan ze. In 43-16 met 43-17 voor Kariyama. Ik zei het ook al in het...